Wat een prachtige weer is dit. Nou, voor mijn zonnetje, voor deze. Super tof dat je kijkt naar Gloedio Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Ik heb net lekker het tweede bakje koffie alweer neergezet. Nu maar het tweede gordijn opengooien, want die andere heb ik open gegooid. Ik ben benieuwd. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even plantjes water geven. Nou, het begint wat droog te worden. En ik kreeg een reactie ook dat ik gewoon als goed informatie kan zien. Ja, ik zie hier. Binnenplant, oké. Okay. Zon, oké. Okay. Dus dat is wel goed. Hopelijk. Dus wat ik ga doen is alleen een beetje water geven. Dat staat er niet bij heel veel, hè. Maar in ieder geval, thanks voor de tip om te kijken. Maar ik kan niet zien hoeveel water die. Het staat nergens op. Dus even kijken bij deze. Deze moet een beetje zon hebben. Dit is enigszins binnenplant. Maar ik vind het een hele goede tip dat diegene zei wat voor ja, water geven, ja, duidelijk. Oké. Zo, maar er staat niet bij. Ja, dat is wel dat. En deze? Nou, kan moeilijk gokken. Nou, is wel vochtig. Die is wel goed. En deze? Ja, die is gewoon echt droog. Ik ga deze voor zeker even een beetje water geven. Dus ja, dadelijk gaat het fout. En dan weet ik in ieder geval wel zeker van onzekerheid. Dus laten we even een beetje water geven. Niet te veel natuurlijk, maar wel een beetje. En ik weet dat je altijd een beetje water moet geven bij de wortel daar zo. Zo. Nou, dat kan wel een beetje meer, hè. Zo, wacht even. Dan doe ik wel zo. Zo. Ik vind denk dat hij zo wel perfect is. Zo. Nu maar even nu weer terug neerzetten. En voor de raam neerzetten, maar met die andere erbij. Want die moet ook wel zon hebben, toch? Oh, een klein beetje zon. En die andere? Ja, die moet ook zon. Dus deze twee gaan daar neergezet worden. Dus laten we dat even doen. En dan ga ik ook, wat ik ook nog ga doen, is even deze was opruimen. Moet even gedaan worden. Ik zat de vlog van net even terug te kijken en ik noem dit aardbeien. Terwijl het tomaten zijn. En maar ze staan in ieder geval lekker in de zon. Dus, en ik heb deze ook in de zon gezet, want dat moest ook. Kijk, als ik het meer open doe. Oh nee, het maakt niet veel uit. Want het stond niet echt meer deze kant op. Maar wat ik ga doen is even de laatste bakkie koffie zetten. En dan ga ik klaarmaken om de richting mijn werk toe te gaan. En ik heb al eten voor vanavond. Dat is of nasi of... Of, wat heb ik nog meer dan? Die macaroni. Die kan ik ook nog wel warmen. Die heb ik in de koelkast staan. Dus, maar dan ga ik nu even lekker... Even het tweede bakje koffie zetten. Laatste bakje, laat ik zo zeggen. En dan morgen lekker vrij. En, want... Voor mij is vandaag... 4 mei voor de... dodenherdenking. Dus 2 minuten stil te houden. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Laat even weten. Precies. Ik weet niet. Het is al bijna dodenherdenking ga je altijd ergens aan denken. Natuurlijk aan de dode mensen die het overleden zijn. Maar ik denk dat ook heel veel mensen doen. Die juist mensen die in de familie eraan denken. Bijvoorbeeld, ik heb nu een moment dat ik aan mijn opa ga denken. Die sinds 3 oktober, als ik goed heb, is overleden. Ja, 3 oktober. Wauw. En dan gaan we al die kant op. En ik zat te kijken op mijn telefoon. Ook nog iets. Kijken welke dag vandaag is. Want het is bijna weer een jaar geleden. Nu letterlijk bijna een jaar geleden dat ik gevraagd ben. Ik zag net op... te kijken om mee
agenda, want ik schrijf altijd dingen op. 21ste Hemelsvaartsdag, ja. Over volgende week alweer. Volgende week ben ik gevraagd voor de tv. Dat is al, nou... Nee, over 2 weken trouwens. Over 2 weken. Dat ik bijna die kandidaat al bijna een jaar ken. Marlijn zelfs bijna 1 jaar. Redactie die bijna 1 jaar ken. Gewoon bijna letterlijk iedereen 1 jaar. Hoe ongelooflijk mooi is dat? Echt heel bizar. Maar ja, ik kan de hele tijd over het programma praten, maar... Ja, ik ben gewoon... Ik vind het gewoon leuk dat ik laat het zo zeggen, ik wil zeggen daarmee... Dat de tijd gewoon hard gaat en dat ik vind het leuk dat ik nu al een jaar te ken. Moet je nagaan. Sanne ken ik bijvoorbeeld 1 jaar. Mijn vriendin dus. En Vincent, Jenny's, Veerle. Ja, die ken ik bijna meer dan een... Laten we zo zeggen, meer dan een half jaar. Meer dan een half jaar ken ik ze. Dus, nou, de tijd gaat gewoon ongelooflijk hard. Echt bizar. Maar ik zat... Even, ik zit er nu even lekker een video te kijken van een YouTuber. Ja, kijk, ik heb gisteren al gemeld. Nou, ja. Begin met de twee, we eindigen met... En mijn telefoon gaat af. Dus dan kun je misschien wel raden wie het is. Vanavond is natuurlijk Dodaard denk ik om 8 uur. Dus dan ga ik dit sowieso kijken natuurlijk. En ik hoop dat jullie ook wel gekeken hebben. Ik denk dat jullie ook wel gekeken hebben. Wat een prachtige weer is dit. Nou, voor mijn zonnetje, voor deze, komt het goed uit. Want die moet de zon hebben natuurlijk, deze. En deze. Dus hier laat ik lekker in de zon staan. Dus. Maar ik ga wel even water. Ik ga wel even water voor zekerheid geven, want ik zie dat ze een beetje uitgedroogd zijn. Dus. Maar ik en ik moet denk ik voor zekerheid hier even een kopje onder zetten. Voor het water. Dus ga ik eerst even een kopje pakken. Tenminste een kopje. Een schoteltje waar die op kan staan voor het water. Dus, en dan ga ik hem weer neerzetten. En ik was toevallig onderweg naar huis aan het lopen. En toen zag ik schapen staan. Ik dacht, wat is dit? Voor mij is dat nieuw. Dat er daar schapen zijn. En toen dacht ik, wat is dit nou? Dat heb ik nog nooit gezien. Echt heel nooit. En vanavond voor mij, het is natuurlijk een dodenherdenking voor een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, als ik goed heb. Eerste en Tweede Wereldoorlog? Of alleen Tweede Wereldoorlog, dat weet ik alleen. Maar daar gaan we best wel even voor stilstaan. Hopelijk dat we jullie ook mee hebben gedaan. En ja, het is wel belangrijk. Maar ik denk dat iedereen een andere manier gaat bedenken. Ik ga sowieso een manier bedenken voor mijn opa, die, wat ik al zei, overleden is. Dan ga ik een mooie herdenking geven. Heel raar gevoel om eigenlijk bijna 1 jaar geleden dat het er is gebeurd. Nou, minder dan 1 jaar. Een heel apart gevoel. Net als het liedje, het is net apart gevoel van binnen. Ik heb net eten in een magnetron gedaan en ik hoor dat hij net klaar is. Lekker macaroni wat ik 1 keer heb gegeten. Even kijken hoor, even een overhand pakken. Zo, laten we even kijken. Ziet er wel goed uit. Oh, ja, het ruikt goed, Dus ga ik lekker eten. En dan, ja. Lekker van genieten. En over een paar minuutjes. Een minuut stil, 2 minuten stilte natuurlijk. Zo. Wow, ziet er wel heerlijk uit hoor. Dat zeker. En hij is warm. Ook. Dus neem even plank gelijk mee. Even goed rechts leggen. En dan ga ik er maar lekker van genieten. En morgen heb ik ook wel al eten, en dan, maar dan ga ik morgen eten. En dan morgen even ook boodschapjes doen. Moet ook maar gebeuren. En lekker muziek kijken en YouTube kijken. Wat ik elke keer doe. Zee, laten wij dansen aan de weiden. Dansen aan de zee. Met mij nu. 2 voor de horizon. Dus horizon. Ik zei iets voor snel.
waaraan we verdwijnen. Ja, dat is even lekker een nummertje. Maar dan gaan we nu even lekker eten. Over een paar minuutjes is al 2 minuten stilte. Jullie horen, ik ben nu NOS aan het kijken op van de tv. En gaan we dadelijk even 2 minuten stilte te houden over een paar minuutjes. Dus dan gaan we dat zo meteen doen. Nu maar even nog een beetje volgen en dan 2 minuten stilte. Ben ik van Duitse bloem, mijn vaderland getrouwe ben ik nog eer. De prinsen van Oranje ik vrij onvereerd. Koning van in Spanje heb ik altijd geëerd. Zo, ik ga klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Lekker een minuut stil te houden natuurlijk vandaag. Maar echt een heel apart gevoel. Deze dag was voor mij een raar gevoel. Want ik dacht op een moment aan mijn opa. Die, ja, omdat hij al natuurlijk is overleden en dan moet ik er gewoon aan denken.
En dat is wel logisch. Door de dodaar denken ga je aan dode mensen denken. Maar eigenlijk bedoeld is voor een wereldoorlog. Maar ik dacht op een moment aan mijn opa. En ik weet... juist dat mijn opa de type was die juist oorlog ook hebben meegemaakt. Maar dat type was... nooit over ging praten, heb ik gehoord. Dus dat... maar dan heb je ook gewoon mensen die iets hebben meegemaakt. Dat ze juist niet durven praten. Dus ja, het is gewoon logisch ook. Want ja, ik weet niet. Kan ik zeggen? Dat zo'n type was mijn opa. En ik zit nou te kijken. Deze er even een was gooien. Wasmand. Maar ik ga nu even lekker klaarmaken om lekker te slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je hier beneden abonneert. En een leuke reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijk voor je groene heel vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Ik ben al lekker broodje, twee broodjes in hem over te doen. En ik zie toevallig een vlog van Teun kijken. Die ik mee samen speciaal middag heb.